Hallo en welkom bij een geweldige kutvraag. We hebben weer veel kutvragen binnengekregen en dit zijn alle kutvragen voor deze week. Bedankt voor het kijken, tot volgende week. Hahaha, dit grapje. Oké, vraag 1. Menno Stam vraagt zich af. Waar woon je? Normaal gesproken laat ik het nooit zien, maar vooruit. Voor deze ene keer een uitzondering, hè? Ah, terug in Narnia. En daar woon ik dus. Bardo ben je, vertel me daar van iets. Ik ben een verzamelaar van iets. Ik ben een verzamelaar van vrienden. Alleen ben ik er misschien niet zo heel goed in. Hallo, Bardo heeft geen vrienden. Leuk hoor. Heel erg leuk, jongens. En ik heb wel vrienden! Bo vraagt zich af, Bardo, wat doe jij in je bed voor je slaap? Een PG van level 3. Beter dat ik nu mijn masterbal gebruik. NL Game City zegt, Bardo, hoe ga je om met mensen? Ja, toen ik en Anton dat hetje daar zagen liggen, we dachten ons geen moment en we doken het water in en we hebben hem gewoon gered. Oh man, wat een gekke huis, of niet? En trouwens, ik zeg niet dat ik je moeder heb geneukt, maar ik heb je moeder geneukt. Later! Mijn moeder is geen hert. Ronzoe vraagt zich af, Bardo, kan je in de boom klimmen en dan overgeven? Oké, ik zit in een boom en ik geef me over. Oh kut, ik voel daar wat. Oh crap. Bardo, wat is je favoriete Pokémon? Mijn favoriete Pokémon is niet zo moeilijk, dat is Snorlax. Sterker nog, het is mijn eigen baby Snorlax. Een baby Snorlax? Waar zijn je ouders? Kom mee naar binnen. En weet je, die baby Snorlax voelt voor mij echt als mijn eigen zoon aan. Ik voed hem op, ik hou van hem en ik ben er altijd voor hem. Ik zou hem nooit vergeten. Ja, sorry dat ik je bel, ik ben mijn baby Snorlax vergeten en ik moet hem meenemen. Kun jij misschien naar beneden brengen? Maar natuurlijk, ik heb je baby Snorlax hier. Weet je wat, ik breng hem wel naar beneden. Super chill, dankjewel. Waar blijft hij dan? Thanks! De volgende kutvraag is van Chuck Norris. Hij zegt, Bardo, je bent dik. Feit, dikke mensen hebben humor. Wacht even, want niet alle dikke mensen hebben humor. Alle dikke mensen hebben natuurlijk heel veel, heel veel, heel veel eten. Want zonder eten word je ook niet dik. Bardo, wat zou je doen als cola kon praten? Wie heeft er zin in cola? Deze man, oh ja. Niet doen, ik leef! Serieus? Dat is vet, man. Laten we chillen. Oh man, ik ben uitgeput. Sorry man, dat bedoel ik niet zo. Arje Robben vraagt zich af, Bardo, wat is je lievelingssport? Mijn lievelingssport? Oh, dat is simpel. Dat is gewoon schermen. Computerschermen, telefoonschermen, tv-schermen en tabletschermen. Oh man, ik hou van schermen. De volgende kutvraag is van Kylie. Zij vraagt, hoe versier je jongens? Nou, zo dus. En de allerlaatste kutvraag voor deze week is, Bardo, ben je wel eens naar Disneyland geweest? De meningen zijn erover verdeeld, maar volgens mij ben ik echt wel naar Disneyland geweest. Het is Disneyland mooi. Disneyland. Hé hey, kerel, moet je kijken. Ja man, wat is er? Disneyland. Hij denkt dat hij in Disneyland is. Wat? Mooi, wauw. Ik wil ook. Ik ga met je mee. Yo, wat up gasten en bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Bardo movie! Mocht jij ook een gigantische kutvraag hebben, laat het weten in de reacties hier beneden. En wie weet behandel ik jouw kutvraag wel. Geef vooral ook een groen duimpje en deel deze video met iedereen. Delen met alle vrouwen, want die houden van baby's, Snorlaxen. Of delen met alle mannelijke vrienden, want iedereen wil naar Disneyland en houdt van Pokémon. Deel hem gewoon met iedereen. Via Facebook of Twitter, doe het maar. En mocht je nieuw zijn bij mijn kanaal, ik maak heel vaak video's. Abonneren op mij kan je doen hier beneden. Door te klikken op abonneren. Wauw, wie had dat gedacht? Bedankt voor het groene duimpje en het delen met al je vrienden. Mocht jij een kutvraag hebben, laat het weten in de reactie hier beneden. En zondag ben ik er weer met een nieuwe Bardo movie. En ik check jullie later.